Ik ben Helga Habenfellner. Ik werk hier in het Amsterdam UMC op de afdeling Revalidatiegeneeskunde. En we zijn hier in het bewegingslaboratorium. En ik doe onderzoek naar het thuismeten van dyskinesie bij kinderen met cerebrale parese. Mijn naam is Laura Bonnefrier. Ik ben kinderrevalidatiearts in het Amsterdam UMC, locatie VUMC, bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde. Bij het onderzoek ben ik betrokken als dokter die met deze patiëntenpopulatie werkt. Vooral de kinderen die ernstiger aangedaan zijn, die hebben veel last van die onwillekeurige bewegingen. Bij het zitten bijvoorbeeld, maar ook bij de verzorging, soms bij het slapen. Sommigen krijgen er pijnklachten van. En om dat te verbeteren, hebben we een behandeling die we hier in de VU toepassen. En dat heet intrathecale baclofenbehandeling. En daarmee verminderen de onwillekeurige bewegingen. Bieden we meer comfort aan de kinderen en ook dat dingen in het dagelijks leven makkelijker gaan. Die kinderen worden allemaal in het ziekenhuis gemeten rondom zo'n onderzoek, wat heel veel stress met zich meebrengt. Ze komen ook voor de behandeling in het onderzoek, moeten wel eens geprikt worden, er moet van alles met zo'n pomp gebeuren, dat geeft stress. Tegelijkertijd doe je ook nog metingen. En het kan zijn dat het beeld vertekend wordt en de ernst van de dyskinesie anders is als je dat tijdens zo'n meetmoment in het ziekenhuis meet, dan dat het eigenlijk misschien gemiddeld in een gewone situatie is voor patiënten. Wat we doen is eigenlijk dat we hebben van die kleine sensoren, dat zijn bestaande sensoren, en die kunnen beweging meten, dus die meten de positie en die meten de versnelling. En tijdens die metingen kunnen ouders thuis filmpjes opmaken. En wat je eigenlijk dan achteraf wil doen, is dat je kijkt of je in die filmpjes ga je zien van dat kind laat een onwillekeurige beweging zien, laat een beweging zien die je eigenlijk wil behandelen. En als je die, dat wil je soort van uithalen. Dus wanneer gebeurt die beweging die je wil laten verminderen door behandeling? En dat kan een computermodel leren, dus dat je zegt oké, nu zien we dat. Dan gaat het computermodel kijken, oh, zo ziet die sensordata eruit. En hoe vaak komt het dan voor op een dag? Hallo, leuk dat jullie er zijn. Kom binnen. Wij vinden het leuk om mee te doen, omdat we graag ook andere mensen willen helpen. Ook duidelijkheid scheppen van wat het dan is en of het dan wel eigenlijk niet belastend is. Dat het je zoveel meer kan opleveren. Dus daar heeft Sterren baat bij, maar ook gewoon anderen. Ja, het meten is niet veel werk. Het wijst zich vanzelf. Het is heel duidelijk hoe je de handelingen moet doen. Het is een samenwerking. En het is ook, we zijn ook met Sterre, bijvoorbeeld met haar moeder. Die zitten echt ook in een gebruikerscommissie. Waar we samen met gebruikers kijken van oké, wat wil de gebruiker, de patiënt? Wat kunnen wij vanuit het, wat wil de dokter zien? En wat kunnen we technisch voor elkaar krijgen? En daar zit dan ook iemand van ICT bij. En dat gaat natuurlijk ook heel erg om, het zijn natuurlijk films, dus je ziet ook met privacy issues. En hoe komen die data uiteindelijk, dus dat zijn we net aan het ontwikkelen. Hoe komen die data uiteindelijk van dat telefoon veilig in het ziekenhuissysteem terecht? Wij zijn natuurlijk gewend dat we heel erg in het ziekenhuis meten en de data blijft hier en die is hier heel veilig opgeslagen. Maar ja, nu wordt thuis gemeten en daar komen heel andere dingen bij kijken. Wat mij drijft in dit onderzoek en ook deze patiëntengroep, is ook in mijn klinische praktijk, is dat ik zie dat het eigenlijk een kleine groep patiënten is die vaak heel ernstig aangedaan zijn en waar we nog heel veel voor kunnen doen. En waar nog heel veel eigenlijk onbekend is. Terwijl er wel nog heel veel te verbeteren is in hun levenssituatie. Wat mij in het onderzoek drijft is dat op dit gebied van sensoren, we hebben dit allemaal in onze telefoon zitten, dat wij detecteren of we net hoeveel stappen we zetten en er gebeurt heel veel. En in sport zie je dit al heel veel terugkomen, dat je, of je zwemt of je fietst, in al die sportwatches zit dat al in. Maar dat je eigenlijk die techniek ook heel erg goed kan gebruiken voor, kinderen met een aandoening of volwassenen met een aandoening, om het juist voor beslissingen te kunnen gebruiken in, voor hun behandeling en daarmee hun behandeling kan verbeteren. En daar stappen misschien grote bedrijven niet heel snel in, want zijn soms kleine groepen, je moet het voor elke groep weer aanpassen en dat is redelijk tijd en ook kostenintensief. Maar uiteindelijk gaat het wel de zorg ook heel veel besparen als je dat goed kan doen. Als je die, als je die reisafstanden niet hebt, dat kinderen in het ziekenhuis moeten komen. En dat je het echt thuis kan monitoren waar het voor het kind gebeurt. Hè? Van waar het zijn dagelijkse dingen doet, waar het speelt, waar het leert, waar het met de ouders in interactie is.